Eens kijken wat we hier hebben. Een Yamaha Altsa. Kijk, deze is gevallen. Die heeft een aardige vouw. En waarschijnlijk de body ook een beetje gebogen. Dus daar zal wat aan gewerkt moeten worden. Weet je nou ook hoe het gebeurd is? Zoals het meestal gaat met deze dingen. Rugzakkoffers. Rits wordt vergeten dicht te doen. Iemand is even afgeleid. Denk daarna, ik pak toch het koffertje op. Ze zwieren hem over de schouder en ja, daar gaat hij dan. Ja, hij komt al een heel eind in de richting nu, hè? Het begint er nu inderdaad alweer aardig op te lijken. Hier zit nog een scherpe vouw, die moet er nog uit. En dan gaan we weer de goede kant op. Ja. Dan hebben we hier een klarinet ook zojuist binnengekomen. Oranje, Kruikenstad, hoe kan het ook anders? Mist een veertje. Dus hier zal een nieuw veertje ingezet moeten worden. Wat is de zwaarste patiënt die je binnen hebt gekregen hier na carnaval? Na carnaval heb ik hier in ieder geval wel een trombone binnengekregen. En die heeft toch een beste deuk gekregen. Hij is allerlei plaatsen gedeukt. Hij is hier krom. Hier moet wel het nodige aan gebeuren om hem weer netjes te maken. Hoe zag jouw carnaval er eigenlijk uit? Ik heb voornamelijk gespeeld. Ik speel bij de Schies, een orkest hier uit Udenhout. Ja, dat is hartstikke mooi om te doen. Maar erg veel mensen die mij tijdens carnaval ook aanklampen. Hey Bertjan, ik heb problemen aan sax, trompet. Kun jij er even naar kijken? Ik heb meestal wat kleinigheidjes bij. Nee, dit is dus nog niet goed. De patiënt mag nog even blijven. Hij mag nog even blijven.